Hallo, nou, dit is mijn tweede video. Ik hoop dat jullie echt mijn video's leuk gaan vinden. Ik ben verkouden, ik heb keelpijn, heel vervelend. Een soort als keelsteking of zo. Ik weet het niet, maar vandaag ga ik een Ariana Grande look doen. Maar eerst, ik ben gisteren naar de kermis geweest. En hadden ze van die grijpen dingen. En daar heb ik een paar van gegrepen. Eerst een hele schattige Minion. Deze. Ik vind hem echt leuk. Mijn broer had deze gegrepen. Hij heeft nog geen Minion gegrepen. Namelijk deze. Sorry voor mijn verkoudheid hoor, maar ik ben echt heel verkouden. Ik vind het ook heel erg koud, maar deze vind ik echt heel leuk. En dit is ook van Minions. Elk jaar hebben we kermis met de zweefmolen, met de snoepwinkel. Dit jaar heb ik heel weinig snoep gehad, dat is ook wel logisch. En ja, ik krijg altijd geld van mijn ouders. Dus kan je grijpen, je kan schieten, je kan ja, heel veel dingetjes. Maar zoals ik zei, ik vind mijn ding die ik zelf heb gegrepen het allerschattigste en ook het leukst. Dan heb ik een aapje. En dit is een groen aapje, was ook paars en lichtblauw. Alleen deze vond ik het makkelijkst om te grijpen dus. En groen vind ik wel leuk. Maar ik vind hem dus heel erg schattig. Hij is lekker zacht om mee te knuffelen en mee te slapen. Je voelt ook bijna niets van iets hards. Hier heb je van die bolletjes en dit is gewoon vacht. En hij heeft hele schattige oogjes. Nou, als je de mond niet ziet, lijkt net alsof hij heel zielig is en zo lijkt het. Is hij heel schattig. Hij heeft ook hele schattige oortjes. Maar ja, hiervoor ben ik niet een video op gaan nemen. Namelijk op mijn Ariana Grande look. Met mijn oma heb ik dit van mijn ethos gebruikt. Dit voor mijn haar even moeilijk te brengen. En ja, wat je nodig hebt is een kam. Is van de Toys to Play. En is Noah. Dat vond ik wel leuk. Een elastiek. Dit is niet een elastiek, maar zo'n ding die je om je arm kan doen. Maar ook je haar. En een speld. Wat je doet, je kant je haren. Bij mij zitten er geen klitten meer in. Maar bij jou kan het misschien wel. En dan ga je, waar je het leuk vindt, ga je dan met je vingers zo doen. En dan heb je hier haar. Dat is wel logisch dat je haar hebt. En dan kam je alles even goed. Kijk, dan heb je hier zo'n staartje. En dan doe je alles aan deze kant. En als je dan een scheiding hebt en die gaat als zo. Dan moet je je haar aan de andere kant doen. Nou, en dan laat je een plukje vallen. Dit is wel goed. En dan borstel je eventjes verder. En dan ga je een schuine staart maken. Ongeveer hier. Deze bobbels maken niet uit hoor. En dan maak je. Sorry dat ik naar het scherm kijk hoor, maar mijn spiegel. Die heb ik hier niet bij me.
En dan ga je daar een staart elastiek in doen. Je elastiek. Kijk. En dan ga je met je kam. Bij mij, ik heb geen kam, dus ik pak even mijn kam. Ik doe het gewoon met deze. Zo. Alles is weer teruggegaan. Pak je deze. Je kan het zo achter je oor doen. Vind ik niet fijn zitten. Dus ik doe het hier. Echt goed vastzetten. Want bij mij lukt dat niet heel erg. Je kan het ook met een knip doen, maar ik vind dit wat handiger. Misschien heb ik ook kleinere spelden, want dit is een beetje groot. Wacht even hoor. Ja, dit is wel goed joh. Oh wauw. Het is niet een heel lang filmpje, maar... Het draait een beetje rond, want ik heb een pony. Zo is de look. Je kan hem ook gewoon recht doen, maar ik vind het schuine leuker. En Ariana Grande die draagt ook wel eens schuin. Dit was mijn look. Doe een blauw duimpje omhoog en alsjeblieft abonneer, want laat een leuke reactie onder. Ja, ik heb maar 2 vingers genaagd, verder niet. Dit was mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doei!